Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we de reeks beginnen. Road to the Strowman Champions League Final. Ik ben natuurlijk geplaatst voor de finale. Die zal op 18 november zijn in Bosnië. 6 onderdelen krijg ik ervoor. De locklift op herhaling is 150 kilo. Een truckpool, Atlas Stones, Farmers Carry, Loading Medley, Car Deadlift. Voor mij zijn ze dat wel alle 6. Daar gaan we nu voor trainen. Ik heb voor mij nog 4 weken de tijd. Het is nu een beetje eind oktober, de kleine 4 weken. Ik ben vandaag met Brian, a.k.a. Baby Novikov. Wat wij gaan doen is boomstam, farmers, zandzakken en stones. We gaan er een lekkere sessie tegenaan knallen en Verenigde Lijkers schrijven. Romig? Ja, een soort sperma cappuccino. Oké, ik ga dus nu beginnen met het eerste onderdeel, lock voor reps. Ik hoop vandaag op de houten, op bubbels, op de 140 voor een paar herhalingen te kunnen doen. Op de wedstrijd in Bosnië moet ik al 50 doen. Weet je wat ik het hele seizoen eigenlijk al heb met SCL. Kleine tip wat ik altijd doe met log. In het begin hem oppak en de lege log voelt al een beetje onvertrouwd en koud aan. Dan probeer ik hem eigenlijk gewoon al een paar sets te deadliften. Eigenlijk ja, de log een beetje te manhandelen, dat op een gegeven moment dat je denkt van oh, hij weegt niks meer. Als hij begint met een zware lege log, dan zal hij ook nooit liggen worden als hij 100 plus, 140 plus wordt. Goed uit. Een 140. Sportdrank. Sportvoeding. Hier twee op elkaar. Dan weet je dat het echt een goede wordt. Echt goede, ja. Yeah, come on! Uit! Easy. Come on, stabiel. Hoog op. Doe. Easy. Werken. Come on. Push. Fucking easy. 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 Kom op. Hup. Goed zo. Netjes doorzetten. Come on. Lekker, kom op, hard! Lekker man, veel beter dan de eerste. Yeah, point! Easy! One more. Hoog op! Push! Come on! Ja, net log gedaan. 140 kilo, 2 sets van 3, voelde heel goed. Tweede set heb ik een beetje op mijn knie gelet, hoe dat ging. Even iets langzamer, voelde wel een stuk beter. Dus log lijkt me de goede kant te gaan. Zoals ik al zei, 150 kilo in Bosnië, nu was 140. Dus dat komt wel goed, denk ik. Dus van nu door naar Farmers. Natuurlijk even mijn boys van Gouden Rib. Die gaan we weer gebruiken. En ik denk dat een meetje 20 of 30 aan één stuk doorlopen. Dus ja, we beginnen met dit. Snelle strijd.
of 25. Boom. Wel makkelijk toch? Uittillen is zwaarder, maar... Ja. Daarmee sluiten we de vlog af. Dankjewel. Hoppa, heel makkelijk. Ja. Even dat hij een beetje ging pizzapunten. Ja. Zeg dat ik met ja, dan zijn deze natuurlijk nog wat korter dus. Ja, maar ik vind het wel fijn dat we een grote schijf hebben zitten. Ja. Als ik had. Ja, ook, nu kan je hem ook zeg maar naar voren, wat ook gebeurt bij die met de Champions League. Kopie. Kom op, 145. Deze heb je, kom aan. Ja man, nu niet meer loslaten. Nu heb je hem gewoon. Lekker man, kom op. Eitje, kom op, afmaken, deze heb je. Kom op. 5 meter nog. Ja. Ja, helemaal overheen zelfs. Lekker man. Blij. Lekker man. 145 kilo. Een bodyweight van 76. Bijna wel. Kom op. Yeah. Easy. Oh, makkelijk. Ik kom niet chineel dan dat het moeilijk is. Ja. Goed. Ja, mooi. Heel goed. Ja. We gaan nog wat harder. De camera staat aan, hè? Moet ik doen. Opeens speed. Moet tof doen. Oké, naar het farmen staan. Brian 145 voor 30 meter. Ik ook 145 voor 35 meter. Lekker run, fucking makkelijk, dus dat is goed. Vooral Brian knap op 40 kilo bodyweight. Zoiets. Dus we gaan nu zandzakken doen. Mooie zebere zandzakken. 80, 100 en 120 kilo. Vergeet niet, ook 10. 10% korting op je Seberis bestelling. En maak je blij mee, maak je Seberis blij mee. Dus 3 sets, Brian 3 en ik 3. En dan gaan we stenen doen. Lekker man, kom aan. Heel goed. Veel beter, gelijk de volgende pakken, niet nadenken. Lekker, heel goed. Ja, kom op. Afmaken. Heel goed. Oeh, lekker man. Ja. Oeh, hoppa. We zijn hier dus vandaag in Eemdijk. Zaterdag... Je mag niet zeggen waar dit is. Oh, sorry. Nee, dat is schijn. We zijn hier vandaag op een geheime locatie en vandaag gaan we een dikke vette training doen. Ja, maar jullie doen even het intro is, maar wij zijn al bij het laatste onderdeel. Oh. Het intro hebben jullie al gehad, maar nu komt Kevin met het laatste onderdeel van vandaag. We gaan nu stenen doen, samen met onze nieuwe aanwinst, Novikov Live. Nou, baby Novikov. Nee. Novikov Live is op. Ja. Novikov 0.0. Ja, de alcohol vrij. Ja, daar moet je zeggen. Nee, dat is net als dat.
Hier in Bunschoten heb ik trouwens ook een fucking goeie. Het steen geprobeerd. Alleen ze waren een beetje vochtig, want we hebben een paar gaten in de ramen. Dus ze waren een beetje vochtig. Dus snel de tekje naar de kloot, niet waard om daar heel hard op te gaan. Dus, maar is geen probleem. Dus we stoppen ermee, we gaan de ramen dicht tapen. En dat hoort bij een ouderwetse stroom en schuur. Struggles. Dus, maar voor de rest een lekkere training gehad, goede log, goede farm en snel op de zandzak. Dus dikke progressie weer. En stenen, dat de ramen we de volgende keer wel weer op. Dat is toch nooit echt een probleem. Hè? Dus dankjewel voor het kijken. Nogmaals, vergeet te liken, te subscriben en reageer wat jij ervan vond. Als een mooie dag. Als het maar gezellig is, tot de volgende keer. Je moet je ding zeggen. Als het maar gezellig is. Dat is niet je ding. Dat is mijn ding. Hoi hoi. Oh, hoi hoi.